Brandweer Oosterhout was een echte mannenwereld. Maar het brandweerteam is nu aangevuld met 4 enthousiaste dames. Deze 4 zijn de eerste dames die bij Brandweer Oosterhout hun diploma hebben gehaald. Het was even aanpassen, maar nu kent het team elkaar en kunnen ze veel van elkaar leren. Je stapt niet zomaar een kazerne binnen om vrijwilliger te worden. Zo ook niet Merel Arndt. Na een open dag werd haar zusje geïnspireerd om de opleiding tot brandweervrouw te doen. Uiteindelijk zijn beide zusjes Arndt enthousiast geraakt en zitten zij nu beide bij de brandweerkazerne in Oosterhout, waar zij samen met 2 andere dames de eerste vrouwen binnen het brandweerteam zijn. Wij zijn nu met 17 vrijwilligers, waarvan 5 in opleiding en daarvan dus die 4 vrouwen. Het bestaat volledig uit vrijwilligers en dat is natuurlijk afhankelijk van de plaats waar de kazerne zit. Maar hier in dorp Oosterhout is het volledig vrijwillig. Vanuit de basis leren ze alle skills die ze nodig hebben om uit te rukken. Het programma hierbij is voor mannen en vrouwen hetzelfde. Ze beginnen deze opleiding met levensreddend handelen, vervolgens een module over brand, gevolgd door een stukje technische hulpverlening. Onder technische hulpverlening valt bijvoorbeeld hulp bij auto-ongelukken of liftopsluitingen. De opleiding kun je volgen als avondopleiding waar je gedurende 2 jaar 1 avond in de week les krijgt, of een dagopleiding waar je in slechts 1 jaar tijd klaargestoomd wordt voor de brandweer. Ik vond de opleiding heel leuk. Vooral een stukje theorie wat je thuis leert. En dat je vooral tijdens de opleiding gewoon lekker bezig gaat in de praktijk. Gewoon gaan oefenen met elkaar. Buiten theorie tot zich nemen in haar privé-tijd neemt Merel ook ervaring mee vanuit haar betaalde baan. Als verpleegkundige is het zeker gewend om dagelijks in uniform rond te lopen en mensenlevens te willen redden. Gelukkig krijgt zij ook in het rode uniform de ruimte om haar expertise in te zetten. Wat het werk bij de brandweer leuk maakt volgens Merel, is dat ze in een team met collega's bezig is en ook echt positieve impact kan hebben op de omgeving om haar heen. Ze helpt graag waar nodig en heeft fijne collega's bij de brandweerpost. Er is hele grote acceptatie. Ik denk wel dat het even een omslagpunt was dat wij ineens met 4 vrouwen hier binnenstapten met het idee van wij gaan hier vrijwilligers worden. Dus ik denk dat het zeker een omschakeling is. En wat ik er zelf van merk, vooral ik denk als je in een groep bent, dat er wordt gezegd, nou mannen en dames. Terwijl dat niet per se nodig is. Ik denk wij zijn ook gewoon mensen.